De aanvragen voor CARICOM-paspoorten die in 2005 in Suriname zijn geïntroduceerd, dienen aan internationale eisen te voldoen. Deze eisen zijn echter niet even duidelijk voor alle burgers. In dit kader heeft de afdeling Paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, een workshop georganiseerd met de verschillende bureaus voor burgerzaken, BVB's. Het thema van de workshop is Change is Now, op weg naar een effectieve en efficiënte afhandeling van paspoortaanvragen met problemen. Hirel Boduits, hoofd van de afdeling Paspoorten, zegt dat het niet de eerste keer is dat er wordt gewerkt aan oplossingen voor probleemgevallen bij paspoortaanvragen. Maar het is wel de eerste keer in workshopvorm, omdat wij met de kennis die de ambtenaren al hebben, willen komen tot oplossingen voor de problemen, benadrukt hij. Bij deze workshop waren medewerkers van BVB's uit Paramaribo, Wanica en Para aanwezig. Hierna volgende anderen. We willen zeker 2 tot 3 keer per jaar met de mensen samenkomen, want de burgerlijke stand is een ongoing thing. Je moet bezig blijven om tot oplossingen te komen, aldus Boduits.